Welcome. This is the energy vibration lesson for the Max and Moon and Rising sign. Het is de eerste week van augustus 2018. De eerste week van augustus heb de energy vibration van de geliefde. En in deze week heb je heel veel te maken met emotie. Okay? De week heb positieve emotie. Zeer positieve emotie. Nieuwe connection, nieuwe family connection. Nieuwe family connection en nieuwe soulmate connection. Okay? Now, the week begins from the 30th of juli tot end met 30th of juli tot end met 5 augustus. Maandag is die energy vibration van de koning en van de zware. Nou, de koning van de zware kon dat. Dat was een conflict. Een eindelijk conflict is tot een eind gekomen. En je begint te zien de waarheid van de situatie. Dan hebben wij de energy van iemand dat is tussen de leeftijd van... iemand tussen de leeftijd van 25 en 40... dat persoon is in een stilte position van wekens door dat hij heeft zijn energie te veel gedragen. So it says hij is altijd dwars met dingen om te zeggen en dat soort van ding. En so it says the universe of the spirit guides of an injustice situatie wat hij heeft gedaan is hij beste zelf bijgekomen, die have hem gepakt voor een situatie en dat soort of a thing. Nou, ik kan have best wel mee te maken met the energies that there was sommige situatie dat was niet van pas te komen van wekens dat je ziet dat de situatie dat je hebt mee te maken met deze persoon was voor een heel lange tijd. Heel lange tijd ging deze persoon door en door en door. Nou, voor sommige van jullie, deze persoon moet best wel geld terugbetalen of dat soort van ding. Of het was een rechtszaak waar het duurt een beetje lang. En nou is zoiets als de rechter kom in en zegt nee. Nou weten wij wat jij hebt gedaan en dit... Kom nou tot een eind. Oké? Nou, voor sommige van jullie dat is op zoek naar liefde. Of je bent niet echt op zoek naar liefde. Sommige van jullie wordt gevraagd om samen te gaan wonen. Of daar is iemand dat gaat even een onuitreik. In de zin dat deze persoon wil echt in een relatie met jou. Sommige van jullie gaat echt je tweelingziel of je twin flame even ontmoeten. Okay? Nou, zondag wordt een heel leuke tijd. In het weekend wordt een positieve tijd aangebracht. Waarom? Omdat sommige van jullie is in een relatie gegaan met een... en ram leien of boodschotten. En het lijkt leuk. Ik lijk en het voelt goed voor sommige van jullie. Voor sommige van jullie zie je deze persoon als nieuw liefde dat komt binnen om je te helpen tegen deze monster of een persoon. Maar deze persoon wees voorzichtig. Voor sommige van jullie het is een terugconnectie met je opa of oma. Waar de familie komt samen en daar is een sens van feestje. Ik kon ook in de weekend hebben jullie een feestje bij oma opa. Of een feestje met de familie of een huwelijk. Wat jullie moeten gaan en ik ken dat sommige van jullie is op reis gegaan op vakantie
and all of the families in a vakantie house samen, that sort of a situatie dat speelt. Maar sommige van jullie gaat even iemand ontmoeten en deze persoon is een vis, kreef of scorpionetje en deze persoon is tussen de leeftijd van 25 en 40. Dit is best wel passende huwelijk of passende relatie dat komt aan. Sommige van jullie gaat echt een ziel van ontmoeten, sommige van jullie een soulmate ontmoeten. Nou, allebei is best wel goed, oké? Dus maakt niet uit welke ga je ontmoeten. Het is best wel een goed relatie. Dat gaat best wel uitkomen, oké? Wat ik moet ook zeggen is dat sommige van jullie hebben, als je bent iemand dat is een eenstandige persoon waar je hebt je kinderen, je hebt geen man of vrouw, je komt tegen iemand en diegene dat je hebt tegengekomen, heb je zoiets als, ja, waarom heb ik nou dat gedaan? Je hebt deze persoon meer je leven verlaten en deze persoon maakt je leven een beetje kapot, maar niet echt kapot, maar wat gebeurt hier is dat je gaat even realiseren, even zien dat deze persoon, het was geen goede idee deze persoon in je levens en met je kinderen rond te hebben, oké? Ik zie niks slechts gebeurd, maar het is zo, het is, ja, dat deze persoon was geen goede invloed voor mijn familie of voor mijn leven, oké? En daar is de energie van je besluiten weg te lopen van deze persoon, of deze persoon gaat besluiten om oké, deze relatie te beëindigen vanwege dat je hebt verdriet. Je hebt verdriet over iets dat de persoon heeft gedaan of dat soort van ding en je besluiten, hey, het was geen goede idee. Sommige van jullie gaat echt samen gaan wonen. Je partner gaat even vragen, eind van de week of zo, of na de vakantie, om even samen te gaan wonen. Vanwege dat hij of zij realiseert, ja, dit is degene dat ik wil, best de rest van mijn leven op pad met. En dat is best wel goed. Sommige van jullie krijg geld, krijg iets leuks. So het is goed, positief. Goed ding, kom binnen, echt positive energy, kom binnen voor jullie en dat is op een positieve manier. Maakt niet uit wat gebeurt in de week, wees voorzichtig en wees dankbaar voor alle de les dat komt uit de situatie. Ik zie dat heel veel van jullie gaat vieren, dus daar is vrijdagavond, sommige mensen gaan even connect met vrienden die ze hebben heel lang niet gezien, of sommige van jullie komen terug van vakantie, je gaat even lekker kletsen met je vriendin of vriend of dat soort van ding. Sommige van jullie komen tegen en er is man of vrouw, het lijkt een nieuw liefde, maar wees voorzichtig hier. Vanwege door deze persoon is een vuur persoon en jij bent een aarde persoon, dus wees voorzichtig. Met je familie, je winsten en droom komen uit. Sommige van jullie gaat, die is in een relatie voor een hele lange tijd, de samenleving relatie. Je gaat besloten om te gaan trouwen. Je gaat daar gesprek daarover om te zien hoe gaat dat voor jou. Nou, de algemene energie, ik gebruik de Magical Unicorn en het is bedankt. Denk dankbaar. Dankbaar voor alles wat je hebt, ook de les dat je gaat even krijgen vanuit deze week. Maar wees dankbaar voor alles wat je hebt. Ook als het is goede of slechte les, wees altijd dankbaar. Nou, de maandelijke lezen zijn op. En ik vraag jullie even attent naar de maandelijke lezen en luister naar de Sun, Moon en Rising sign. En ik ga even zeggen namaste
Tot volgende keer.